Degene onder u die nu pas inschakelen verwachten nu waarschijnlijk het Dame Edna-spektakel. Maar ik zei het al eerder op de avond, in verband met de gebeurtenissen in Roemenië is er besloten voor een extra uitzending van Achter het Nieuws. En daardoor beginnen zowel Dame Edna als het kerstlied van, of het kerstverhaal van Herman Vinkers en het Natuurmoment, alle drie ongeveer 25 minuten later dan in uw programmablad staat aangekondigd. En dan schakelen we nu over naar Paul Witteman voor Achter het Nieuws. Dag dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom bij deze speciale uitzending van Achter het Nieuws. Hoewel het internationaal, ik moet zeggen het Nationaal Comité ter Redding van Roemenië vanmiddag heeft opgeroepen tot een wapenstilstand, is er nog de hele dag gevochten. In deze uitzending het laatste nieuws, beelden van de strijd en een gesprek met minister Van den Broek over hulp aan het volk. Dit zijn de allerlaatste beelden die we uit Boekarest ontvingen. Daar zijn blijkbaar vanavond opnieuw gebouwen in de brand gestoken. Onduidelijk uit deze beelden is nog door wie. Leven een vrij Roemenië wordt er geroepen. Even voor het invallen van de duisternis werd er nog volop strijd geleverd in de straten van de Roemeense hoofdstad. Mortiervuur, mitrailleurs. Vandaag overdag al gebouwen die in de brand worden geschoten. De doodskisten staan overal opgestapeld op straat. En familieleden rouwen vanavond om de omgekomen verwanten, hier een doodgeschoten jongetje. Het Roemeense leger slaagde er vanavond in dochter Zoya van dictator Ceausescu te arresteren. En ze werd onmiddellijk aan het volk getoond voor de televisiecamera's. Het Nationaal Comité, het nieuwe gezag dus, had eigenlijk een avondklok ingesteld vanavond. Maar u zag dat niet iedereen zich daaraan heeft gehouden. Dat was het allerlaatste nieuws. Een team van het Eerste Net, dus van Brandpunt Hier en Nu en Achter het Nieuws, is in Roemenië. En verslaggever Aart Zeeman bezocht vandaag een dorp op het Roemeense platteland om te kijken of en in hoeverre de volksopstand een zaak van het hele land is geworden. Het is zondagmorgen 8 uur. We staan hier bij de Roemeense grens op weg naar de stad Temișoara. Niet naar de stad zelf, want daar wordt op dit moment nog gevochten door met name de gehate troepen van de Securitate, de veiligheidsdienst. En het is levensgevaarlijk om in de stad Temișoara zelf te zijn. Roemenië staat aan de vooravond van de eerste vrije kerst. En helaas dus in de grote steden ook waarschijnlijk een bloedige kerst. Op het platteland is de situatie gelukkig anders. Daar genieten de mensen van de vrijheid. Daar zijn ze vastbesloten om te vechten tegen de troepen van de Securitate die het land proberen uit te komen. En wij gaan kijken hoe de mensen hun eerste vrije kerst zullen gaan beleven. Monica. Oh, yeah.
luptăm cu libertatea. S-a spus că o să fie mai multe partide. Nu înseamnă că domnul de aici să mă oblige ca eu să spun cum și ce să cânt și să... Deci să ne, de la început să învățăm. Nu știm să trăim cu libertate. Nu vă condamn. O să fim frați, nu supărați. Dar trebuie să învățăm cum învață un copil să umble. Erleben Sie das, dass Sie jetzt wieder in Freiheit leben können und dass Sie sagen können, was Sie sagen wollen? Este minunat. Ne simțim de nedescris. Și practic încă nici nu știm cum să pășim pe această libertate de atâta fericire și bucurie. Asta a venit așa de repede. Am așteptat 40 de ani. Și nici acum încă nu credem că suntem liberi. Și de aceea ne încă la mulți frică. Și la copii și la toți ca să vină în biserică, la profesor. Încă nu putem Crăciunul să-l sărbătorim chiar așa cum trebuie să folosim toată libertatea. Im Temeswar haben sie so große Loch gemacht, im Padure Verde dort, wie Sanzeka, und dort ist er so große Loch gemacht, und dort haben sie reingeworfen. Wie die Schweinteile haben sie gar nichts gemacht, nur dort im große Loch reingeworfen. Jetzt werden wir, wann ist die Krieg fertig? Werden wir sehen, wann holen sie raus, die ganze Mutter, suchen sie die Kinder. Vielleicht ist es da dort. Jedes Kind sein kann. Das war's. Schwer genug für uns, schwer genug. Das sind neue Weihnachten. Das kann Weihnachten bei mir, wenn meine Kinder sind nicht da und sie nicht mit, das kann Weihnachten bei mir. Da kriegen wir keine Margarine, kriegen wir keine, nichts, nichts in der Hand. So machen wir ein bisschen Kuchen, was die Kinder machen. Nichts, nichts kriegen wir. Nicht mehr Wand, wann unser Schuh, alles geht nur im Fede. Alles im Fede geht, kann man nicht kaufen. Soll besser sein, soll man vorgehen, soll man leben, besser. Das will ich sagen. Für Sie und für die Enkelkinder. Alle, für die ganze Welt, für die ganze Welt. Was ist im Deutschland, Ungarisch, alles soll gut sein. Das hoffe ich. Anders hoffe ich nicht. Soll gut sein. Zondagmiddag 4 uur. Op de weg van Timișoara naar de Joegoslavische grens is het leger bezig met de jacht op terroristen van de Securitate. De gehate mensen van de veiligheidsdienst. Die mensen proberen te vluchten over de Joegoslavische grens. En hier is het leger dus bezig om ze proberen te pakken te krijgen. Want het is duidelijk, de haat van de bevolking tegen de Securitate, die zit er diep in. Are curaj, măi!
Hast verstanden mich? Hast verstanden jetzt? Nicht ja. Sagen. Achtung jetzt geben. Achtung, Achtung jetzt. Heute ist Weihnachten. Was gehen Sie machen? Heute sind wir frei. Wir sind zufrieden, dass wir wenigstens heute mit der Familie zu Hause sind. Weil vorläufig ist noch nichts organisiert, dass wir können uns Feiertag wo untertragen, weil wissen Sie, was noch in Temeswar vorgeht. Alles ist noch zu. Die Leute sind zufrieden, weil sie Lebensmittel jetzt finden, vorläufig. Vielleicht für nächstes Jahr an die Weihnachten wird es besser sein. U zag een verslag van Aart Zeeman. Hoewel een paar correspondenten melden dat in sommige steden de Ceausescu-getrouwen zich overgeven, blijkt uit ons overzicht van de beelden van vandaag voorlopig het tegendeel. Bittere gevechten, de hele dag, weer honderden doden, een land in chaos. De hele nacht is er gevochten in Roemenië. Zowel in de grote steden als op het platteland vinden felle vuurgevechten plaats. Bij het aanbreken van de ochtend nemen de schietpartijen in hevigheid af. Het televisiestation, sinds vrijdag in handen van de bevolking, zendt vrijwel onafgebroken uit. Het was consemnarea unui moment istoric, nu numai pentru patrie, ci și pentru televiziunea română, care s-a transformat dintr-un instrument de propagandă al dictaturii într-un instrument aflat în interesul poporului. De studio is een vesting geworden. Iedere bezoeker wordt met argwaan bekeken. I and my friends come here because we want to keep in our hands this important station. You know, television, Romanian free television. V-am spus că în aceste zile există numeroase echipe de peste hotare care filmează, fotografiază pentru a putea transmite în țările lor, agențiilor de presă, agențiilor de televiziune, imaginile ce vor fi difuzate pentru a fi recepționate prin intermediul milioanelor de aparate de televiziune din toate țările lumii. Een van die buitenlandse televisieploegen probeert in de loop van de ochtend de studio te bereiken. Een chaotische tocht onder dekking van militairen. Bewapende burgers leiden de cameraploeg naar de studio. Elders in de stad wordt nog steeds zwaar gevochten. Ieder gebouw waar men vermoedt dat een sluipschutter zit, wordt door het leger onder vuur genomen. Bij de grens staan konvooien met hulpgoederen. Een Rode Kruisauto is beschoten. Over het lot van de chauffeur is niets bekend. De geheime politie gaat nog steeds als een beest tekeer. Securitatea intră în casă. În Timișoara s-au omorât oameni și copii, dar nu avem bani. In de overvolle ziekenhuizen worden zwaargewonde burgers binnengebracht. Verpleging is vaak onmogelijk door gebrek aan medicijnen. In het centrum van Boekarest liggen de lijken op straat. Betrouwbare schattingen over het aantal slachtoffers zijn er niet. Deze amateurbeelden kwamen aan het eind van de middag binnen. Tientallen lijken liggen geïmproviseerd opgebaard. Ook de gangen van dit ziekenhuisje liggen vol slachtoffers van de nog steeds voortdurend bloedige strijd. De Nederlandse regering heeft vandaag ruim 3 miljoen gulden ter beschikking gesteld voor eerste noodhulp. Minister Van den Broek vertelde aan Mirjam Bartelsman waar dat geld voor bedoeld is. Vooral afgelopen nacht is in het centrum van Boekarest zwaar gevochten. De strijd was hevig bij de televisiestudio, bij het ministerie van Defensie en bij het presidentiële paleis. Het is intens trieste. Deze beelden en dat op een dag voor Kerstmis, een feest van vrede. En een paar dagen geleden dachten we allemaal, ook de Roemenen hebben zichzelf bevrijd.
Maar het is nog niet zo ver, ben ik bang. En wij kunnen morgen een vliegtuig vol met medicamenten, operatiemateriaal en al wat iets meer zij zenden. Waar komt het geld vandaan voor dat vliegtuig? Twee bronnen, maar de belangrijkste bron nu is een overheidsbron. Minister Van den Broek heeft het Nederlands Rode Kruis verzocht om ongeveer 2 à 3 miljoen gulden aan medische hulpgoederen te transporteren. Dat is eigenlijk niet zoveel, hè? Het is een spontaan gebaar in het weekend gedaan. Direct contact opgenomen met het Rode Kruis. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we helpen? Kunnen er snel medicamenten en noodvoorzieningen naar Roemenië? Dus er kan straks ook meer komen. Er zal internationaal ook meer op gang komen. Dus het is een eerste gebaar nadat we eerder aan Artsen zonder Grenzen ook een bedrag ter beschikking hebben gesteld om een team daar naartoe te kunnen sturen. Gebaar van solidariteit. Wat voor hulp moet er allemaal gegeven worden daar? Er zal ongetwijfeld veel nodig zijn, maar we kennen de omvang eigenlijk van de catastrofe nog maar slecht. Het aantal slachtoffers zal hoog zijn. Ziekenhuizen zitten zonder medicamenten, misschien zonder voldoende dekens. Denk eraan, het is daar winter, het kan er heel erg koud zijn. Dus meer noodhulp zal mogelijk zijn en ook daar staan we voor klaar. Ja. Nu heeft u gezegd dat u zich kunt voorstellen dat het Warschau-pact zich gaat bemoeien met de situatie in Roemenië. Daar schrik je toch even van. Dan zie je beelden van Russische tanks door de straten van Boekarest. Kunt u zich dat voorstellen? Begrijp die schrik. Laat ik eerst zeggen dat ik hoop dat geen verder militair ingrijpen van buiten nodig zal zijn. En dat het volksleger, zoals nu eigenlijk gemeld wordt, deze hardnekkige weerstand van de veiligheidspolitie die alle ellende aanricht op het ogenblik snel onder controle krijgt. Ingrijpen door het Warschau-pact doet je denken aan Praag en Hongarije. Afschuwelijk. Maar we zitten nu wel in een heel andere situatie. Het gaat nu om hoe kunnen we democratisch bewind, dat probeert daar zijn gezag te vestigen, helpen, ondersteunen om de dictatuur voor goed te verdrijven. Dat is toch een hele andere situatie dan in 56 Boedapest, in 68 Praag. Amerika heeft zelfs gezegd dat ze een ingrijpen van het Warschau-pact zouden begrijpen, misschien zelfs zouden steunen. Dat is toch historisch, hè, dat dat juist vanuit de Verenigde Staten gezegd wordt. Het laat zien hoe de tijden enorm zijn veranderd, dat we in een totaal andere situatie zitten. En we hebben nu in Roemenië toch een beetje te maken met het sluitstuk van de communistische dictatuur. Als daar ook de dictatuur voorgoed verdwenen is, dan is er een ander Oost-Europa ontstaan. En ik zeg nogmaals, ik hoop dat we nu eigenlijk de laatste beelden hebben gezien van dit geweld. En dat Roemenië niet alleen zijn vrijheid terugkrijgt, maar ook werkelijke vrede terugkrijgt. Dat past voor mij bij het kerstfeest. Minister Van den Broek, Nederland geeft dus 3 miljoen gulden voorlopig. Niet alleen concrete hulp en mensen die de beelden deze dagen hebben gezien, leeft ook sterk de wens uiting te geven aan gevoelens van solidariteit. We kozen zomaar één van die spontane acties vanavond in Drachten. Ton F. van Dijk vanuit Friesland. Kerstavond 1989, terwijl in Roemenië nog steeds hevig wordt gevochten voor de vrijheid van het Roemeense volk, zijn overal in Nederland spontaan solidariteitsbijeenkomsten ontstaan. Een van die bijeenkomsten is bij dominee Hofstra thuis in Drachten. Dominee, waarom bent u hier bijeengekomen? We zijn hier bij elkaar om te overleggen over onze hulpactie die gisteren gestart is. Morgen zullen in alle kerken in Drachten hulpgoederen voor Roemenië worden ingezameld. Hier zijn mensen van de Raad van Kerken, van het Humanistisch Verbond. En ook een transportondernemer is er, omdat we willen proberen ook zelf zo snel mogelijk de goederen daar te krijgen. Iemand die hier ook aanwezig is de dominee Herman uit Roemenië. Hij is een neef van de dominee Teukes, met wie de hele revolutie eigenlijk begonnen is. Heeft u nog nieuws van hem vernomen? Nieuws? Ja, blij nieuws, godsdank. Hij leeft. Hij is vanmorgen in Turku Mures, in Neumarkt, Maroswasser. Hij is voorgegaan. Hij leeft. Denkt u dat dit soort bijeenkomsten zoals deze mensen hier georganiseerd hebben zin heeft? Brood nodig. De ellende is tot de hemel schreeuwend. Latijnse spreekwoord, bis dat, quid cito dat. Hebben ze brood, meel, gist, medicijnen nodig, bloed, bedden, alles. De mensen hier hebben heel lang nagedacht over wat ze nou concreet zouden kunnen doen. En daar is een oproep aan het Nederlands volk uitgekomen die mevrouw Lont nu graag wil voorlezen. We branden een kaars, een licht in het duister, tot gedenken en meeleven met het Roemeense volk. We vragen de Nederlandse bevolking een kaars voor het raam te laten branden op de kerstavonden van 7 tot 8 uur. Als teken van verbondenheid,
Die kaarsen zijn tegelijk een oproep tot concrete hulpverlening. Dat betekent eerste en tweede kerstdag een kaars voor het raam tussen 7 en 8 uur 's avonds als steun aan het Roemeense volk. We hopen dat heel veel mensen in Nederland daar gehoor aan zullen geven. Het Giro-nummer van het Rode Kruis speciaal voor de hulp aan Roemenië is 797. 797. En dat is dus voor materiële hulp. Tot zover achter het nieuws van vanavond. Ook de collega's van Brandpunt hebben morgen een speciale aflevering over Roemenië met reportages van ons gezamenlijk team. Dat zal zijn om 9:50 en dan dinsdag weer bij Hier en Nu. Donderdag zijn wij er weer. We hopen dat u dan ook weer kijkt. Nog een prettige avond. U begrijpt dat door de extra uitzending van Achter het Nieuws alle programma's nu ietsje zijn opgeschoven. Dat is het Natuurmoment, het Twentse kerstverhaal.